Eindhoven heeft veel mooie en bijzondere plekken. In deze serie laten we u de mooiste en interessantste trekpleisters zien. Met deze week het prachtige Evoluon. Wilt u meer weten? Blijf kijken. Evoluon, Evoluon, Evoluon. Weet je wat het Evoluon is? Wat het is? Geen idee. Ja, ik heb het gebouw wel eens gezien, maar ik zou niet weten wat er allemaal te doen is. Ja, ik weet wat het Evoluon is. Oh, de UFO van Eindhoven. Weet je wat er gebeurt? Nee, geen idee. Echt geen idee. Ben je ooit Evoluon geweest? Ja, ik heb één keer een beurs meegemaakt daar, maar voor de rest nog nooit. Oké, en weet je wat voor beurs was het? Ja, ik had een allergie, dus dan waren er allemaal dat je van die producten kon kopen en zo daar. Het is dus duidelijk dat er weinig mensen zijn die wat weten over het Evoluon. Maar wat is het Evoluon nu eigenlijk? Het Evoluon is dat UFO-vormige gebouw vlakbij Strijp S. Het is ontworpen door architecten Louis Kalf en Leo de Bever. Het gebouw werd in 1966 ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan van Philips aan de stad Eindhoven aangeboden. Het gebouw is van 1966 tot 1989 als educatief technologiemuseum in gebruik geweest. Dat is jaren geleden dat ik er ben geweest. Dat was in de tijd dat het nog open was voor iedereen. Okay. En dan ging ik met de kinderen naartoe. En die vonden het vooral leuk om overal op te drukken en aan te komen. En... van allerlei verrassingen, knopjes waar je op kon drukken en dan ging er iets spreken en je zag iets. Dat was leuk, okay. Voor de kinderen vooral, maar ik vond het ook leuk hoor. Van jong tot oud, iedere bezoeker ontdekte zelf de wereld van wetenschap en technologie. Alledaagse dingen werden bijzonder en het was een spektakel. Momenteel verkeert het gebouw nog steeds in goede conditie. De futuristische uitstraling van deze betonnen UFO is ook nog steeds indrukwekkend. Weet u wat er gebeurt in het Evoluon? Nee, helemaal niet. Nee? Nou, dan wil ik even ophelderen, meneer. Wat er nu gebeurt is een soort van congrescentrum. Mensen komen bij elkaar om samen te werken. Bijeenkomsten worden er gehouden voor grote bedrijven. Maar ook, stel u bent zelf bezig met werk voor uw eigen bedrijf of zo. U kunt daar rustig heen en u kunt met een kop koffie kunt u rustig werken aan wat u wil, zeg maar. We hopen u hierbij voldoende geïnformeerd te hebben over het Evoluon. Wilt u meer weten? Ga dan naar www.evoluon.com. Tot volgende week bij This is Eindhoven. Hold me close, we're losing time.